Ja, want Jill, het is maar de vraag hoe de kopstukken van de coalitie wakker worden vandaag. Ja, er was afgelopen tijd veel te doen om het vertrouwen van de kiezer. Hè. De coalitiepartijen verloren flink, sommige in ieder geval, afgelopen provinciale statenverkiezingen. Maar ook bijna de hele oppositie is nu het vertrouwen kwijt. Bleek wel tijdens het debat over de verkiezingsuitslagen van gisteren. Uren en uren lang stonden Rutte, Kaag, Hoekstra en Schouten tegenover een woest blok. Nou, verschillende partijen, maar in dit geval wel heel eensgezind. Het schiet totaal niet op met dit kabinet. De oproep was, ja, pak nou toch eindelijk eens die regie of stap op. En Partij van de Arbeid en GroenLinks diende uiteindelijk een motie van wantrouwen in. Die werd van links tot rechts gesteund. Ook door BBB, de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen. De grootste in toch bijna alle provincies. Volop analyse in de kranten deze ochtend. Bijvoorbeeld in de Telegraaf. Daar zien we de stikstofmist blijft hangen. En de kloof is verdiept binnen de coalitie, schrijven ze. Een kras voor het kabinet, een motie van het linkse blok. En het FD schrijft deze ochtend dat CDA en D66 lijnrecht tegenover elkaar staan in dit lastige debat van gisteren. Het laatste komt natuurlijk neer op stikstof. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over de afspraken die zijn gemaakt. Ja, D66 wil dat niet en dus staat de boel op scherp. Ik denk dat Paternotte van D66 vandaag heeft de scherp punt gemaakt. Hij heeft gezegd, wij houden vast aan 2030. Dat is de politieke afspraak. Ja, en als Wopke Hoekstra zich ontwikkelt tot een soort Hans Klok, die wel kan vasthouden aan de doelen, de magier, maar kan schuiven aan de datum, dat is dan te groot wonder. Maar we weten bij Hans Klok altijd dat je wordt belazerd. Het klopt nooit. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Paternotte heeft in feite, denk ik, vandaag heel scherp gezegd, wij gaan als D66 gaan we niet meebewegen. Tenzij de doelen worden gehaald. Maar die doelen kun je alleen maar halen als je vasthoudt aan die datum. Dus ik denk dat het nog heel spannend gaat worden. Ja, wordt het inderdaad spannend? Ja, het wordt inderdaad spannend. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is dus waarom heel veel mensen afhaken op de politiek. Hè? Die geven een signaal af van jongens, jullie komen met stoere deadlines, met kaartjes. Maar jullie geven de samenleving, in dit geval de boeren, niet de instrument om daadwerkelijk die deadlines te halen. Er is nog geen stoppersregeling, er is nog geen innovatieregeling, er is nog helemaal niks. En dan kan je heel stoer vasthouden aan die 2030. Nou, wat heeft het anderhalf jaar gebracht? Heel veel wanhoop, ellende, vlag op de kop. Nou, daarom hebben wij gezegd als CDA, je kan dit niet negeren. En je moet kijken, waar gaat het uiteindelijk om? Dat is namelijk natuurherstel en stikstofreductie. En dan als zelfs een stikstofhoogleraar Wim de Vries zegt, jongens, 2030, 2035 haalt voor de natuur feitelijk niet uit. Wat belangrijk is, nu snel stikstof gaan reduceren. Ja. En als we dan concluderen, waarom reduceren we nu niks? Omdat we vasthouden aan harde deadlines. Misschien moeten we die deadline dan loslaten en onze energie steken in die maatregel. Ik snap dat u dat zegt, want u bent van het CDA. Maar D66, uw coalitiepartner, staat daar nogal anders in. Dus u kunt zeggen, ik denk dat mensen afhaken in de politiek om die reden. Maar ik denk dat mensen afhaken omdat jullie met elkaar aan het steggelen zijn, terwijl het land oplossingen vraagt en niet politiek gesteggeld. Daarom haken mensen af, volgens mij. Helemaal eens. En dan vraag ik toch wel aan alle partijen en ook aan coalitiepartijen, joh, heeft het zin om het mes te zetten op een sector, maar geen instrument om daadwerkelijk deadlines te halen? Of is het misschien verstandig dat we het mes niet op boeren of op provincie zetten, maar misschien dit keer het mes op het kabinet en zeggen, ja, potverdorie jongens, jullie hebben een coalitieakkoord waar inderdaad 2030 in staat, maar er stond ook iets anders in. Namelijk, alle sectoren moeten stikstof reduceren, niet alleen de landbouw. We geven niet alleen stoppersregelen, maar komen met innovatie. Er is daar niks van geleverd. En daar hoor ik de andere partijen niet over. Dus ik hoor nu meneer Nijpels die zegt, het CDA die krabbelt weer terug. Nee, je zou moeten kijken, waarom reduceren we nu geen stikstof? Omdat we nog geen instrument hebben geleverd om deadlines te halen. Ja, dan snap ik dat de samenleving afhaakt. Ja, maar D66 staat daar toch wel een stuk anders in dan het CDA. Dus u kunt nu wel weer de standpunten van het CDA gaan herhalen. Maar eigenlijk moet D66 en het CDA daar samen uitkomen. En dit is exact ook onze inbreng geweest gisteren in het debat. Dus ik hoop ook dat er veel D66'ers en de heer Nijpels kijken naar WNL. En dat ze denken, verrek, we hebben inderdaad helemaal nog geen instrumenten gegeven aan die sector. Misschien moeten we niet onze energie steken in stoere deadlines en het dreigen met onteigenen. Misschien moeten we onze energie eens een keer gaan steken richting het kabinet. Joh, jongens, er stonden nog meer afspraken in het coalitieakkoord. Geef nou eens een keer die instrumenten aan de provincies. Later meer hierover. We gaan voor